goede service en direct een goede opening van Bari door het midden. Iets wat ik in de voorgaande wedstrijd een beetje gemist heb. Van de kant van Martin zeker. Ja. Ja, Martin staat in achterban niet bekend als een hele goede serveerder. Barry daarentegen juist wel. Barry staat bekend als een van de betere serveerders in de Eredivisie. Ja. En dat zal ook verschil zijn met de wedstrijd hiervoor. Ook Nathan moet het niet echt als een service hebben. En ook Borna kan vrij aardig serveren. Ja. Dus de serveerder zal normaal gesproken in het voordeel zijn. Nou, lange service van Borna. Barry schokt er volgens mij een beetje van. Moest hem eigenlijk terugleggen. Kreeg alsnog een kans om het punt te maken. Maar... Ja goed, dus pas het begin van de wedstrijd, dus een beetje aftasten. Af en toe nog, het begin van de wedstrijd ben je ook iets meer gespannen dan anders. Dus naarmate de wedstrijd vordert, dan kom je toch wel aan. Van de kleine foutjes eruit als het mee zit. Ja, als het goed is wel, ja. Ja, dat zagen we bij de vorige wedstrijd. Martin en Nathan hadden eigenlijk allebei de eerste game weinig fouten. Wel op de service, op eigen service moeite om een eigen service te houden, maar het niveau was best goed. Maar de tweede game zag je dat ze toch kleine foutjes gingen maken. Unforced errors, zoals je in tennis natuurlijk wel hoort. Deze mannen zijn aan elkaar geraakt. Ja. Ja, het valt me op dat ze de service return, dat ze toch wel iets... Ja goed, deze was misschien wat minder goed, maar de voorgaande rallies hadden ze toch wel wat beter spel met service openingen. Je ziet wel dat ze een iets hoger niveau hebben. Ze blijven allebei redelijk dicht bij de tafel en als ze een aanval inzetten, dan is het ook een goede aanval. Ze bouwen het goed op en ze blijven bij de tafel. Ja. Ja, dat klopt. Martin en Nathan zag je ook in de vorige wedstrijd dat die toch nog wel eens blokken als basistactiek kiezen om de bal gewoon goed weg te leggen en de ander het werk te laten doen. Dus veel spinnen, veel voeten weg laten doen. Hier kiezen ze ervoor om zelf het initiatief te nemen. Ja, ja, het zijn allebei vrij aanvallend ingesteld en ja. dat zie je meteen. Als ze de kans krijgen, dan komen ze wel met een goede opening. Een goede tweede, derde topswimbal. Ook goede plek. Goede... Ja, die bal van Borna was ook net te hoog. Ja, maar kijk, deze opening gewoon door het midden, dat geeft gewoon de meeste problemen. Ja, en die draait naar linkshandige toe ook. Ja, en in de voorgaande wedstrijden was gewoon een hele goede opening van Martin, maar precies in de backhand van Nathan. Ja, dan is het vragen om moeilijkheden. Ja, dat is ook nog zijn beste kant. Daar kom je bijna niet doorheen. Ja. We hadden ook geconstateerd dat als Martin met backhand naar de voorhand van Nathan speelt, dat Martin in principe meestal de punten maakt. Maar ook precies andersom. Ja. Barry is echt een voorhandspeler in tegenstelling tot de vorige wedstrijd. Hij pakt hier goed, half lang pakt hij gewoon goed. Ja. Kijk, en dan... Op het lichaam van Borna. Ja. Hoge service. Ja, wel de omgekeerde, maar goed, goed gepakt met de backhand. Moderne, bananenflip zoals het heet tegenwoordig. Soms ook een bijna halve topspin boven tafel. Ja. Nou, goede ontvangst. Goede ontvangst van Borna. Ja, ze zijn allebei scherp. Je ziet dat ze half lang, dan pakken ze goed op. Goede openingen. Dus ze geven elkaar weinig ruimte. En dat is mooi, want het is een finale. Ja. Dan gaat het ook op de scherpste van de snede, normaal gesproken. Ja. Goede opening van Borna. Op de juiste plaats, door het midden. Ja, Barry toch wel te graag willen versnellen. Had eigenlijk misschien iets meer kunnen inhouden en dan die bal gewoon wat meer op tafel op safe kunnen spelen. En de bal was lastiger dan hij dacht. Ja. Dat doet hij goed? Ja. Maar hij staat bekend om zijn hele goede voorhand.
En zijn backhand hangt een beetje vanaf. Dat ligt een beetje aan de vorm van de dag. Ja. En als die loopt, dan is hij moeilijk te verslaan in de Nederlandse competitie. Tegen linkshandig een backhand diagonaal is altijd goed. Ja. Nou, hij kan zijn service niet kort houden. Hij is weer te veel half lang. En hij heeft ook niet de rust om die bal gewoon te blokken. Hij wil hem meteen aanvallen. Ja. Ja. Ja, mooi. En nou was die service wat korter. En dan... Ja. Ja, goed. Hij liep al een beetje om te openen. Kijk, hier loopt hij om. En ja, dan een mooie schijnbeweging van Borna. Heeft hij toch wel goed bekeken. Ja, mooie bal van Borna Kovac. Die nu mag gaan serveren voor de game. Was zijn handdoek vergeten zo te zien. Moest hij nog even uit zijn tas halen. Ik ben niet zo van de regels, maar volgens mij mag dat helemaal niet. Maar we doen niet moeilijk vandaag. 10-8. Mag je wel. Ja, handdoek pakken mag wel. Maar okay. Hij moet eigenlijk in het bakje liggen. Ja. Maar goed, deze scheidsrechters snappen ook dat nu eventjes... En Borna pakt de eerste game. Ja. Ja, toch wel iets constanter, minder fouten. Hier ook een goede opening. Bari net iets te gehaast. Iets meer fouten. Zeker wat minder goed spel op zijn eigen service. Ja, als dat je in de steek laat, dan wordt het iets moeilijker om... Barry staat bekend om zijn goede service. En als die dan niet op het niveau zijn die je nodig hebt in deze wedstrijd, dat zag je in 3-4 ballen, ja. Dan loopt Borna weg. Ja, goed, Borna heeft in Duitsland en hij speelt internationaal ook wat meer. Dus hij is toch wel in staat om de service toch wel wat beter te retourneren. Ja, en dat klopt. Dat krijgt Barry nu wel... Ja, het grote voordeel wat hij bij de meeste tegenstanders in de competitie heeft, bedoel je, ja, dat heeft hij bij Borna veel minder, want die leest zijn service eigenlijk veel beter. Ja, ja. Ja. Ja, dat zijn de eerste drie ballen, dat is eigenlijk het moeilijkste onderdeel in tafeltennis. Als je die eerste drie ballen heel goed weet te behandelen, gevarieerde serviceontvangst. En de eerste opening, dat is heel belangrijk. Ja, goed gered nog door Barry Weijers. Ja. Want het zag er toch niet naar uit dat hij die redding nog ging winnen na die bal. Maar ja. Brengt hem mooi terug. En Borna verkijkt zich er een beetje op. Ja, dat doet hij goed. Ja, beheerst. Ja, en ook een bal wat heel laag blijft. Ja, Barry die probeert wel kort te leggen. Maar die ballen die zijn veel te hoog. Ja, mooie ontvangst van Borna Kovac. Ja. Maar het is duidelijk dat Borna de service van Barry gewoon onder controle heeft. Barry komt gewoon niet in zijn spel. En dat heeft Barry wel nodig. En omgekeerd, Borna die maakt gewoon veel meer punten op zijn eigen service. Hij is heel actief op de service van Barry. Met goede flipballen. Ook op verschillende plekken op tafel. Ja. Ja, goede rustige opening. Ja, hij heeft hij goed gezien. Veel spin. Belangrijk om te wachten. En een goede timing, zodat je die bal toch wel net boven tafel kan met een topspinbal kan openen. Ja. Ja, daar komt Barry denk ik toch een klein beetje goed weg. Ja, zeker. Slechte return. Kijk, veel te hoog. En weer een opening van Borna, ook in de backhand van Barry. Dan krijgt hij hem ook snel terug. Als je die bal gewoon even, misschien iets minder hard, maar gewoon door het midden speelt. Op topniveau gaan die ballen gewoon goed door het midden. En nu speel je hem eigenlijk in zijn bed. En kan hij hem diagonaal spelen en tegen hem linkshandig. Dan moet Borna ineens het voetenwerk doen, terwijl hij Barry onder druk had. Ja, ja, ja.
internationaal worden die hoge ballen of de wat minder goede returns, die worden direct afgestraft. Ja, dat zijn meestal geen rallies meer daarna. Nee. Dat zijn twee ballen, de service en de ontvangstbal. Die zijn gewoon super scherp. Ja. Kijk hier, opening door het midden. En hier zag je goed dat de lengte misschien niet perfect was, maar de hoeveelheid spin was toch voor Borna Kovac lastig terug te brengen. Ja. Nou, goede bal van Barry Weijers. Ja, back in diagonaal, daar blijft altijd lastig tegen linkshandigen. Ik begrijp dat Borna Kovac niet alle ballen op de voorhand van Barry speelt. Dat is normaal gesproken wel zijn sterkste kant. Maar diep voorhand bij voorhandspelers is ook niet altijd even strak. Nee, dat klopt. Dat zag je ook in de voorgaande wedstrijd. Ja. Dat Martin heel veel problemen had met diepe bal op voorhand. Ja, plaatsing blijft gewoon heel belangrijk in tafeltennis. En versnelling, plaatsing, het spel is ook enorm snel geworden. Ook door het materiaal. Ja. Je ziet dat Barry Weijers nu een lange service speelt op de voorhand als variatie. Dat is de eerste volgens mij. Ja en dat levert gelijk een punt op. Een kleine voorsprong. Ja, het blijft belangrijk dat je de service goed varieert. De lengte goed varieert, de plaatsing. Die was op de rand, die service. Dat was voor ons op de livestream slecht te zien, maar... Daar. Oké, kan wel. Ja, goed kort gelegd en daarna heel rustig back en topspin op midden. Ja. De Borna Kovac kan eigenlijk niet heel veel meer doen dan dat. Het allerbelangrijkste was dat die bal laag bleef. Deze was goed. Ja. En die was ook niet heel makkelijk voor Borna. Ja. Nou, de wedstrijd is los. De eerste game was terecht voor Borna Kovac. Barry Weijers begon deze game niet eens zo heel sterk, maar past zich aan en toch een ruime voorsprong nu. Ja. Maar die voorsprong is nu alweer iets kleiner. En Borna mag gaan serveren. Dus in principe is er niet veel aan de hand. Ja. Als hij zijn service houdt dan. Een wat lange service van Borna had ik het idee. Ja, maar goed. Barry die opende de service wel goed, alleen de backhand liet hem daar in de steek. Hij deed een goede opening, alleen daar een beetje verkeerd getimed. Hij was ook niet echt een smash of een topspin slagen. Ja, Borna Kovac zoekt wel vaker die backhand op bij Barry. Zeker met blok. Ja, je ziet dat Borna nu toch wel iets nerveuzer is dan in het begin van hij is weer half lang. En, ja. Dat heeft hij in het begin van de game niet gedaan. Kwam hij ook op een voorsprong. Maar in de tweede helft van de game heeft hij veel half lang geserveerd, Barry geopend. En veel minder punten gemaakt op zijn eigen service. Ja, en met een netbal is het 1-1. Terecht denk ik. Borna Kovac was de eerste game wat sterker. Ja. En Barry, behalve het begin van de tweede game, eventjes een paar ballen niet zo sterk. Daarna een aantal hele sterke rallies gespeeld. Het mooie is, dat maakt het lekker spannend. Het is 1-1, spannende wedstrijd. Borna, ja, Borna laat het wel een beetje liggen, want als je de eerste game wint, je begint de tweede hartstikke goed. Ja, dan moet je toch wel consequent blijven in je spel. Maar heeft hij beseft ook dat het wat gaat veranderen dan? Nou, dat heeft hij niet in de gaten. Dat gaat een beetje vanzelf. En de tegenstander die past ook zijn tactiek aan. Maar goede spelers lezen dat, of in ieder geval? Nou ja, goed, kijk, lezen is één, maar we kunnen toepassen is wel een ander verhaal. Dat is zeker waar. Kijk, als hij in staat is om kort te blijven serveren, ja, dan kan Barry niet met die openingen komen, dan krijg je een totaal andere spel. Dus ja. Vaak kun je wel de tactiek wel lezen en
En ja, je wil het wel, maar je kan het niet altijd uitvoeren. Nou, Barry kon het wel goed wijzigen, hè? Ja. Maar het begint ongelukkig als je op eigen service derde game begint. Ik zal niet zeggen twee keer dezelfde bal, maar het leek er wel veel. Ja, maar goed, Barry heeft ook best veel problemen met zijn eigen service. Hij maakt niet echt eenvoudig punten. Het is meer dat hij de punten maakt op de service van Borna. Het blijkt dus dat ze allebei eigenlijk hun service niet zo makkelijk meer houden. Dat is een hele mooie rally. Ja. Een paar goede. Kijk, hier goed overgenomen. Ja, Borna speelt toch 4-5 goede ballen, maar die laatste. Wat hij onder het net? Foute service. Ja, het valt me op dat de tegenstander die in de rally initiatief heeft. En in de voorgaande wedstrijd bij Martin Kachanov, dan loopt hij naar achter en dan hebben de aanvallers niet de rust om. Even te wachten en dan met een schijnbeweging de bal toch wel in de andere hoek te spelen. Ze zetten een beweging in, een topspin. Maar je kan eigenlijk van tevoren zien waar die bal gespeeld wordt. En dan is het voor degene die verdedigt vrij makkelijk om die bal terug te brengen. Ja. Ja, Borna Kovacs houdt Barry in de rally toch flink op zijn backhand. Ondanks dat Barry in de vorige game een paar hele mooie backhands maakte, heeft hij daar ook best wat fouten op gemaakt. Dus doet Borna toch structureel goed, een beetje midden houden en dan diep de backhand in. Ja. Goed opgebouwd punt. Ja. Service, de return was. De bal is gelijk hoog, hè? Gelijk druk zetten. Ja, deze was wel een knap balletje die laatste. Ja, daar zat backspin in. Maar was dat nou bewust of was het ook niet anders mogelijk om hem te spelen? Nee, die bal kwam veel te snel. Hij wilde hem eigenlijk overnemen met topspin, maar hij had geen tijd om te reageren. En dan is het eigenlijk een beweging wat je intuïtief doet en dan krijgt die bal wel backspin. Dat is voor de tegenstander dan helemaal niet te doen om hem dan nog wat zo terug te spelen. Nee, zeker niet vanaf die afstand. Kijk. Nou, wel goed gedaan. Blijkbaar zat er een netje op een randje bij. Of weet ik de... De service is goed. De opening ook prima. Kijk, weer door het midden. Ja. Zo, dat was... Back and tick zitten bij Barry al wel in. Ja, die nu ook goed spelen. Ja, maar goed, zo'n flipbal is niet handig als je hem zo langzaam en zo hoog speelt zoals deze. Dat is vraag om moeilijkheden. De intentie van een flip is om de tegenstander onder druk te zetten en die bal gewoon goed laag te houden. Ja. Het blijft spannend. 1-1. Ja, 6-5. Deze. Ja. Het is net als de vorige wedstrijd. Echt een echte wedstrijd. Ja. Nou, Borna blijft hier rustig. Ja, goed opgebouwd. Kijk, nu komen zijn services korter. Hij kan meteen de aanval openen. Barry die loopt naar achteren. Dat is ook niet echt zijn specialiteit. Wat mij opvalt is dat Borna versneld naar voren, waardoor Barry eigenlijk naar achter moet. En dan een heel rustig balletje op backhand, kort tot half lang speelt, waardoor Barry eigenlijk alleen nog maar kan hoog geven. Ja. Dat doet hij goed. Ja, ze zijn allebei een beetje voorhand spelers. Ja. Barry iets meer dan Borna. Je ziet dat de backhand of een voorhand speler die kan wat moeilijker parallel versnellen met backhand. Dat geldt ook voor Barry, maar dat geldt ook voor Borna. Die hebben allebei een goede voorhand. Ja. En backhand is het, op backhand diagonaal is een krachtige slag.
Maar back in parallel is wat lastig. Ja. Een lange service van Barry. Hij varieert wat meer zijn service. Moet ook tegen Borna Kovac. Ja. Ja, Borna Kovac mist eigenlijk. Ja. Als je vier keer hetzelfde serveert, dan krijg je 3 punten om je oren. Ja. Alleen de eerste misschien niet. En je ziet dat Borna helemaal niet op zoek is naar gelijk spin spelen en onder druk zetten, maar meer druk zoeken in de plaatsing. En, ja, maar goed, dat is ook niet zijn spel. Ik bedoel, het is geen killer die een goede service heeft en meteen de eerste opening met voor- en of backhand er langs kan spelen. Hij moet een punt rustig opbouwen. Kijk, maar het is wel een verschil met de eerste game met name, waarin hij toch wat vaker niet service eerste bal speelde, maar wel de eerste bal het initiatief nog probeerde te pakken vaak. Ja. Met spin. En nu doet hij dat iets minder en levert hem eigenlijk meer op. Ja. Knappe bal. Ja. Die moest ook niet terugkomen van Borna's bed af, want dan was dat ook wel klaar. Goed gedaan. Ja, Borna constanter in deze game, weinig fouten. De half lange service van Barry altijd goed geopend. Ja. Punt rustig opgebouwd. Dat toch wel vrij eenvoudig de game gewonnen. Ja, nou, wat mij opvalt bij het laatste punt, Barry wil serveren. Borna Kovac steekt zijn hand op van wacht eventjes. Hier zie je dat. Ja. En Barry serveert gelijk, maar zijn service is niet geweldig. Ja. Moet hij dan niet eigenlijk even van oké, we gaan nog niet beginnen. Ik wacht even, ik bepaal wanneer we beginnen. Ik serveer, ik bepaal. En nu was het net alsof Borna bepaalde wanneer er gereserveerd ging worden. Dat is wel een teken van concentratie bij Borna. Van, ik wil punt winnen en wacht even. Ja. Op zich goed. Maar Barry Weijers laat zich eigenlijk meeslepen in het ritme van Borna daardoor. Eigenlijk begint de rally daar al. Ja. Nou, Barry is wel iemand die wel vrij snel wil spelen. Hij pakt de bal en hij wil die meteen serveren. Maar is dat op zo'n stand verstandig? Goed. In je voorbereiding is dat verzekerd toch wel. Want je wil gaan serveren, dat kan niet. Want je tegenstander zegt, wacht even. Moet je dan daarna gewoon zo snel mogelijk serveren? Of zeg je, misschien is het dan wel goed om even... Ja, goed. Kijk, als je dat gewend bent, dan... Dan moet je ook niet andere dingen gaan doen dan waar je op uit je concentratie gehaald wordt. Nou, Barry Weijers laat in ieder geval zien dat hij wat hem betreft zeker nog niet over is. Punt. Ja, goede return van Borna, goede opening. Barry nam de eerste keer wel goed over. Kijk, deze neemt hij goed over, maar deze is uit positie. De bal die raakt hij ook achter zijn lichaam. Ja, dat... Maar goed, vaak zet je een beweging in en dan heb je zo weinig tijd om alles goed te beoordelen. Ja, toch weer 2-2. Ondanks de goede ontvangst van Borna. Goede return. Het valt me op dat Barry toch best wel hoog serveert. De service die stuit het behoorlijk hoog. Waardoor Borna toch wel zijn eerste aanvalsbal kan inzetten. Ja. Nou, misschien heeft dat met toch een klein beetje spanning te maken van zo'n finale. Dat hij die bal gewoon niet iets lager krijgt. Of hij kiest er bewust voor dat hij Borna de bal wil toch wil laten spelen om er overheen te gaan. Maar het heeft hem nog niet zo heel veel punten opgeleverd volgens mij. Ja, het kan ook een combinatie van ook van ballen en tafels. En
als de tafel ook wat stroever zijn, dan krijg je toch wel wat meer effect in de ballen. Ja, andere ondergrond dan de inspeelzaal bijvoorbeeld. Inspeelzaal is gewoon houten vloer. Dat hebben ze net even ingespeeld, dus misschien ook anders. Ja, ja. Maar goed, ja. Ze zijn nu al 3 games onderweg. Je zou toch verwachten dat het dan wel een klein beetje beter zou moeten worden. Ja, dat... Die was netjes die was een millimeter te laag. Ja, hij raakt. Is goed. Ja, ja. Dat is goed. Ja, ja. Ja, niet goed beoordeeld door Borna. Ja. Ja, Barry, als hij serveert, dan raakt hij die bal eigenlijk ook veel te hoog. En dan kan hij ook niet laag over het net. Als je hem zo hoog raakt, dan gaat die bal toch wel behoorlijk stuiteren. Hij is ook behoorlijk lang. En dat is zoals de Chinezen dat zo goed beheersen, om bij de service te wachten en dat heel laag te raken, waardoor de bal eigenlijk veel snelheid krijgt en ook laag over het net blijft. Ja. Ja, 6-3 in de vierde game van Borna Kovac. Ja. Nou, eigenlijk toch een beetje een misser van Barry. Verwacht een time-out, maar... Of in ieder geval, dat was een optie geweest. Nee, ja, nu moet hij echt een time-out nemen. Anders is het te laat. Anders is het over en uit. Hij maakt al een gebaar van, nou ja... Nee, je ziet bij die backhand een beetje twijfel. Ga ik hem tikken, ga ik hem rustig blokken en dan wordt het een halve. Kijk. En nu is het denk ik te laat. Het moet wel heel gek lopen, wil hij dit nu nog inhalen. Ja, het verbaast me dat hij echt geen time-out neemt hier. Ja. Het is een beetje de enige mogelijkheid om terug te komen in de wedstrijd. Ja, en als je 1 slechte rally speelt en het wordt 6-3, maar je hebt daarvoor heel veel goede rallies gespeeld, maar je hebt jezelf niet beloond, dan kan je nog denk ik speelgoed. Ja. Maar hij had daarvoor ook 3-4 ballen, waarbij hij Borna gewoon punten afdwong. Ja. Nee, Borna is nou hier een meester. Het was bij de dames ook 9-3. En toen werd het nog 11-10 voor degene die 9-3 achter stond. Okay. Maar die wonnen uiteindelijk nog niet. Dat, dus, dat gaat hier niet gebeuren, denk ik. Maar ook de kopvrouwen. Goed kort gelegd. En Barry speelt die backhand dan ook wel met veel risico. Ja, 7 matchpoints. Nee, Borna heeft gewoon de hele wedstrijd eigenlijk heel zakelijk gespeeld. Toch, het hoort in de finale. Ja, nee, dit beter dan dit kan hij niet. Ik bedoel, in de zin dat hij opeens hele aanvallen en topsymballen gaat spelen. Dat is zijn kracht en hij speelt vanuit zijn kracht en hij doet het gewoon goed. En Barry maakt gewoon te veel fouten, te veel... het is eigenlijk, behalve de tweede game die won, is die eigenlijk niet in zijn spel geweest. Ja. Ja, de ontvangst van Borna Kovac tegen de service van Barry Weijers waren denk ik ook wel een verschil. In het begin ging dat nog een beetje gelijk op, maar op een gegeven moment had Borna die service helemaal onder controle. En kwam die op Barry's service eigenlijk niet meer, maakte hij veel punten. Nou, hij heeft gewoon Borna in de tweede helft van de tweede game heeft hij gewoon een slechte serie gehad. Ja. Daar heeft hij veel lang geserveerd. Barry goed geopend. Maar dat was eigenlijk het enige wat hij minder goed gedaan heeft in deze wedstrijd. De rest, een prima wedstrijd gespeeld. Ja, ik denk terecht de winnaar als je de wedstrijd ziet. En het is nu 1-1, sorry. Ja, ik wou 2-0 zeggen. Ik dacht, ik zeg iets verkeerd. Dat klopt ook. Het is nu 1-1. Nee, het is nu 1-1. Ja. Vervolg binnen nu en kwartier. Wij hebben even pauze en dan wachten we op de derde wedstrijd. En dat is Roel Bogi tegen Koen Hageraads.
Ben jij er nog bij, Paul? Ik blijf deze wedstrijd nog. Okay. Als je me wilt hebben, dan is geen probleem. Ik wil je heel graag hebben. Dit is voor mij ook leerzaam. We hebben wel een pauze nu, dus we kunnen even een kwartiertje koffie drinken. Prima. Zullen we dat even doen? Gaan we doen. De luisteraars en de kijkers komen we zo bij terug. Bedankt.